is zaterdag 25 april 2009. Een nieuwe aflevering van de Veenendaalse krant Finale Weken. Dit keer vanuit het tafeltenniscentrum van SKF hier in Veenendaal. De mannen van SKF ontvangen vandaag Dordrecht. Het is de nummer 1 tegen de nummer 2. Maar echt spannend zal het niet worden. Er zijn 10 punten te verdelen en SKF heeft aan 1 punt genoeg om de titel te pakken. Dat zal ze wel gaan lukken, toch? Oh ja, daar ben ik 100% van overtuigd. Ja. En nou is het ook nog een wedstrijd op zich. Gaan ze deze wedstrijd zelf ook winnen of denk je nou ze pakken 1 puntje en dan gaan ze een feestje vieren? Nou, ze gaan tot het einde gewoon, bijna tot het einde ervoor om gewoon te willen winnen. Nou, de mannen gaan zometeen tegen Dordrecht spelen. Ze hebben aan 1 puntje genoeg voor de titel. Gaat ze wel lukken, toch? Geen probleem. Dat doen ze even. Ja, het zal heel slecht zijn als ze het niet zouden doen. Nee, precies. Nou, ook nog een wedstrijd tegen de nummer 2. Denk je dat ze na 1 puntje zeggen van nou, we hebben de titel binnen en we geloven het wel? Of willen ze deze wedstrijd ook nog winnen? Nee, die wedstrijd willen ze winnen. Het zijn geen jongens ervoor om er even niks meer aan te doen. En van het is prima, we hebben de punten binnen. Ze gaan gewoon voor elke pot. Daar ben ik van overtuigd. Het vertrouwen is er dus. En waarom ook niet? Dit is SKF tegen Dordrecht. Gefeliciteerd met jullie titel. Ja. Het is adel verplicht een beetje, hè? Ja, wat je zegt. Ja, we zonden 1 punt voldoende en al dus geschieden. Ja. Jullie zijn eigenlijk gewoon veel te goed voor deze klasse, hè? Ja, dat is duidelijk. Ja, we hangen een beetje tussen tweede en eerste divisie in. We hebben ook een heel nieuw team, hè. We hebben een jongetje van 22 erbij gehaald. Zo'n gesjeest studentje, zoals je kunt zien. Dus het is een beetje afwachten dit jaar. Want normaal met een nieuw team. Maar ja, positief. Ook voor volgend jaar wel. Ja. Want hebben jullie dit seizoen dan gebruikt om een beetje te bouwen inderdaad aan een nieuw team, zoals je zegt? Ja, SKS moet ook gaan verjongen. Want je ziet een 51-jarige bejaarde hippie. Iemand van 39 en 22. Dus SKF moet gaan verjongen. Dus het is de eerste voorzichtige stap naar verjonging. Beschouwd maar als zodanig. Ja. En nou, dit ging wel heel makkelijk allemaal. Nu gaan jullie weer een stapje omhoog. Denk je dat het team klaar is voor eerste divisie? Ja, ik denk dat het klaar is voor handhaving. En dan het jaar erop zal dan Kasper uit 2, die is ook 22, langs door moeten groeien. Dat is een beetje een doel. Dus ja, ik denk dat we ons goede kans op handhaving. Absoluut. En nogmaals, het ging heel makkelijk. Maar voelt hij goed, deze titel? Ja, het voelt lekker. Omdat het vooral... het is een heel vervelend jaar natuurlijk uit de Eredivisie verplicht. We hebben onszelf ten doel gesteld in de Eerste Divisie te gaan ballen. Die degradeert door allerlei externe factoren. Dan word je kampioen, ben je weer terug. Dus het geeft een goed gevoel. Absoluut. Ja. Tijd voor een feestje. Jij begrijpt het.